Wat is het verschil tussen weten en waarnemen? Is weten altijd na de waarnemen of is weten ook voor waarnemen? Het ligt eraan wat je voor definitie aanwetend hebt. Is er een weten voor, bij wijze van spreken, deze hele schepping? Ik weet niet wat jij bedoelt met weten. Wat is de definitie van weten? Wat een waarheid die geen twijfel heeft? Ja, dan wel. Okay. Als dat betekent. En dat ben jij. Dus dat weten kan zien wat jij bent, bewijs. Ja, en dat is wat jij bent. Dat weten, dat kan dat niet zien, maar dat is het. Yes. Het herkent zichzelf. Dus wat je bent is bewust. En ik noem het daarom vaak bewust zijn. Het is zijn wat zich bewust is van zichzelf. Dus er is niet iets een andere instantie voor nodig of iets dergelijks. Het kent zichzelf. Het is een soort meta zelfbewustzijn. Maar meta is niet nodig. Nee. Maar het is zelfbewust, ja. En dan moet je dus niet aannemen, maar je moet helemaal niks. Maar je kunt checken in jezelf of dat niet ook je eigen ervaring is. Dat het meest pure van jezelf, zeg maar, wat niet te lokaliseren is, of dat niet zichzelf gewoon kent. Het is zichzelf, maar het kent zichzelf ook. Of het nooit weggaat. Juist. Want het heeft niks met tijd te maken. Nee. Dus nu. Over in EHBO schrijf je over voelen. Wat ik me herinner was dat je zei, je kan wel wakker zijn, maar ga maar eens proberen te voelen wat er werkelijk in je zit. En probeer zo'n gevoel maar eens helemaal te doorgronden. Dat vond ik wel lastig. En ik vroeg me af, hoe moet je dat doen? Kijk, in de eerste instantie, wat je bent, bewustzijn, ziet en voelt alles al. Dat is goed om te beseffen. De meeste van ons, omdat ze zich associëren met die Fata Morgana, die ego-figuur. Ego is eigenlijk niks anders dan weerstand. Dus er verschijnt iets en oh nee. Terwijl voor bewustzijn, als je in je natuurlijke toestand bent, er verschijnt iets en het wordt gewoon gezien en gevoeld en het verdwijnt weer, niks aan de hand. Dus vanuit je natuurlijke toestand wordt alles al gevoeld en gezien. Nou, de meeste mensen leven vanuit weerstand en ideeën en projecties en angsten. Daarom heb ik eens even net gedaan alsof er dingen zijn die je kunt doen. Heb ik er ook bij gezet. Dus eigenlijk die eerste twee paginaatjes zijn het belangrijkste. Daarna ga ik uitleggen hoe je moet voelen en contact maken. Het is eigenlijk allemaal bullshit in werkelijkheid. Maar het is een soort handreiking naar mensen die nog te veel denken dat ze een iemand zijn. Zodat er de mogelijkheid ontstaat dat ze ineens ontdekken, hey, wat ik ben, voelt en ziet alles al. En dat je kunt op gaan merken dat er komt een emotie op en vervolgens, en dat zie je ook verschijnen, en met je bedoel ik dit bewustzijn, dus er komt een emotie op en er komt gelijk een, oeh nee, dat wil ik niet. Dat is ook een waarneming. Als je daar gewoon bij kan blijven, wat ik in dat boekje noem in de uitgezoomde toestand, dan ga je gewoon die stapeling ontdekken. Van, nou nee, dat wil ik niet. En dan komt de gedachte, oeh, is ook niet echt spiritueel om je weerstand aan te bieden. Dan heb je er al drie. Weet je wel, en dan, ik las toch ergens iets over. En dan zie je zo'n heel bouwwerk zie je ontstaan, maar het hangt allemaal in de lucht en het heeft geen fundament. Dat kan ontdekt worden. Hoe ontdek je dat? Door gewaar te zijn. Door te zien, te gaan zien en voelen, dus gebruik te maken van wat je bent, van wat er nou eigenlijk gebeurt. In plaats van je gelijk in te laten pakken. Dat noemde ik vroeger een stapje terug doen. Niet om meerennen in de constructie van, nou, wacht even, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Oké, er komt een emotie op, er komt een weerstand tegen, er komt een verhaaltje bij. Sla dat eens gewoon gade. Probeer nou eens een keer niet iets te fixen, maar zie en voel nou eens gewoon wat er gebeurt. En wat ik er vaak bij aan als handreiking geef, schrijf het eens gewoon op. Oké, ik observeer angst en vervolgens de neiging om er vanaf te willen komen. Een heel verhaaltje van, oh, het zal wel te maken hebben met toen en toen en dit en dat. En je, op een gegeven moment heb je daar zo'n heel verhaal staan. Het is een verhaaltje.
bla 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 bla. En dan laat je erin pakken. En voor het verhaaltje ben je al. Tijdens het verhaaltje ben je. Na het verhaaltje ben je nog steeds. Maar je laat je iedere dag 10 keer, 20 keer, 50 keer inpakken door een emotioneel of mentaal verhaaltje. What the fuck is wrong with you? Dat sta je toe. En ondertussen beweert bijna iedereen dat hij gelukkig wil zijn. Met of zonder woorden. En sommigen zelfs dat ze verlichting willen. Come on. Ja, ga je man. Mag ik dit dan vertalen als je in puur gewaarzijn kunt zijn dat er een vanzelfsprekend handelen is? Ja, tuurlijk. Ik kan nog niet anders denken dan dat ik in dilemma's en keuzes en angst. Maar puur gewaarzijn ontvouwt zich vanzelf wat. Ja, en dus je kunt nu al, doordat je dit vertelt, geef je aan dat gewaarzijn er was toen er een keuze gemaakt moest worden. Dus wat jij werkelijk bent, ziet het hele keuzedrama zich afspelen. En het idee dat dit beter zou zijn dan iets anders, which you don't know. Because you're not a fortune teller. En als je goed kijkt, dan zie je dat de basis alleen maar angst is. En dat die zogenaamde schijnfiguur, die vertrouwt de boel gewoon niet. Dus daarom wil hij de hele tijd zogenaamde keuzes maken. Wat een mooi woord is voor manipulatie. I want to get my, gotta get it my way. Maar ik weet helemaal niet wat goed is eigenlijk. En de uitnodiging is, blijf nou eens gewoon leunen een beetje achterover. En kijk nou eens gewoon naar hoe dat allemaal plaatsvindt. En noteer eens gewoon even wat er gebeurt. Ga eens gewoon nergens in mee. Om te kijken wat er gebeurt. In plaats van de hele tijd in dat idee te kruipen dat jij de doener bent. Ik moet het wel goed doen, want anders gaat het mis. Maar toch merk ik wel dat als ik dat doe, dat ik dan vervolgens ook weer dat claim dat ik het gedaan heb. Ja, dan zie je dus een van de basisneigingen van het ego, claimen wat vanzelf gebeurt. Ik vind het toch wel weer heel goed dan. Ja, dat is een van de manieren. Dat is een van die manieren. Maar het leuke is, want dat is dus ook maar een waarneming. Ja. Weet je wel? Weg. Dat is niet maar essentieel. Dat is wel een moeilijke discussie. Helemaal niet. Want je vertelt hem, dus dat betekent dat je hem al door hebt. Ja, is gewoon weg te maken. Dus dat is ook zo als je twijfels hebt en geen keuzes kunt maken. Dat je zegt van, ik leun achterover en ga niet veel denken, maar ik ga voelen. Ja, en kijken. Gewoon voelen en kijken. Wat er dus al is, hè. Dus het gaat er hier om, en het is heel belangrijk dat je opmerkt dat er zien en voelen al is. Niet dat jij als ego heel hard je best gaat doen om te zien en te voelen. Dat is iets totaal anders. Gewaarzijn is voelzien. It's already there. Maar voelen en zien is gerelateerd ook aan de fysieke vorm. De fysieke vorm er dan niet meer is. Nee. Maar het is niet gedaan. Je ziet toch ook innerlijke beelden, dus ook als je geen ogen hebt, is er nog steeds te zien, zal ik maar zeggen. Met zien bedoel ik niet de oogjes. Inzien. Ja. Dus zien en voelen zijn relatieve uitingen van gewoon, het is gewoon waarnemendheid. Nou, op een feeling level noemen we dat voelen. Op een mentaal level noemen we dat zien. Maar het is strikt genomen gewoon gewaar zijn. Nou, blijfelijk voelen. Ook, yes. Nou had ik het over fysieke sensaties, emoties en mentale bewegingen. Meer is er niet waar te nemen. Gewaarzijn neemt ze allemaal waar, moeiteloos. Heeft geen voorkeur, heeft geen angsten, zegt niet dit is beter dan iets anders. It's already there. Maar degene die als ik gaat proberen zonder voorkeuren te zijn, en dan heel goed gaat zitten voelen en kijken, en die wordt knettergek. De persoon wordt gezien, snap je? Die ziet niks, die wordt gezien.
die persoon. Jij zei net van, het verleden bestaat niet. Ja. Als ik het even letterlijk neem, ik weet niet of, ik zal even een voorbeeld geven. Stel dat ik bijvoorbeeld in mijn jeugd mishandeld ben, dan is dat in feite, als het verleden niet bestaat, nooit gebeurd. Maar dat is een idee wat ik nu ter plekke verzin. Klopt dat of zit ik er nog op? Nee, verzinnen en gesuggereerd ook weer tijd. Je moet eerst beseffen van waaruit dit gezegd wordt. Je bent gewaarzijn. Gewaarzijn is tijdloos. Gewaarzijn kan niet misbruikt worden. Nee, maar het slaat nergens op, het hele verhaal. Het zijn eigenlijk twee niveaus die ik dan door elkaar haal. Wat ik wezenlijk ben, dat kan inderdaad niet misbruikt worden bij voilà, daar gaat het over. En dat andere is gewoon een verhaaltje, maar wat het lichaam wel meegemaakt heeft. Want je hoort sommige leraren zeggen van het verleden bestaat helemaal niet. Ja, het is allemaal heel dubieus. Dus dat, dan haal je het niveaus door elkaar of zo. Het is niet relevant voor wat je bent, dat is het belangrijkste punt. En daar ligt de bevrijding ook van allerlei zogenaamde trauma's. En als je niet herkent wat je bent, wat geen opdracht of moeten is, zul je per definitie een getraumatiseerd leven hebben, met of zonder misbruik. Mm-hmm. Want je leeft constant in waan, in een soort psychose. Namelijk denkend dat je iets bent wat je niet bent. Dus je bedenkt iets wat je niet bent en die overkomt dan van alles en dan moet je dat gaan allemaal lopen opruimen. Toestand. Ja. It's never gonna work. Ik vraag me af, werkelijk. Op het moment dat je totaal hier nu ziet wat je werkelijk bent en iemand gaat je uitschelden of van mij steekt een mes in je, of er dan veel drama zou zijn. Ik denk van niet. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja. Maar als iemand zich identificeert met die niet bestaande figuur, dan krijgen we een gigantische toestand. En dan heeft hij het er over 3 jaar nog over en heeft hij 16 psychologen versleten. Want oh jee, ik werd neergestoken. Oh, wat zie je. Ik weet dat dit niet populair is om te zeggen, maar ik zeg het lekker wel. It's all crap to me. Het hele trieste verleiden van dit zogenaamde figuurtje met zijn depressieve, suïcidale, weet ik van wat allemaal, it's all gone. Ja. I don't give a shit. En het belangrijkste daarin was de herkenning van wat ik ben. Niet allerlei spiritueel, psychologisch geknutsel, wat ook plaats heeft gevonden en waardoor ik kon inzien dat het alleen maar mijn ego sterker en slimmer maakt. En dus strikt genomen gevaarlijker, want hij kon nog beter manipuleren met allerlei energieën. Om te overleven, zeg maar. Nee, hoor, ja inderdaad, om als ego te overleven uiteindelijk, dat is wat ik zag. Ja. Oh, stop. Tricky business. Dan heb je een verzonnen constructie die ook nog een aantal energetische vaardigheden verzameld en daar goed in is en dus allerlei effecten kan creëren in mensen. Het wordt allemaal heel bijzonder en zo. Maar het is nog steeds een verzonnen ik die denkt dat hij het beter weet dan de totaliteit. Ja. Nee, dit chakra moet zus, nee, dat moet zo. Dit is beter. Nou, doe maar zo, dan ben je niet meer zo moe. Misschien moet je wel gewoon uitrusten, maar bemoei je maar. Zeggen voor de domweg. Yes.